Ja, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Find the Creator. Je bent beland in deel 4 over de serie De Sopropo. En in deze aflevering gaan we met Ron van Zwet in gesprek. Ron van Zwet verbouwt op Nederlandse bodem de Surinaamse Sopropo. En ik ben bij hem langs geweest in zijn kassen. En in deze aflevering gaan we in gesprek met Ron. En gaan we onder andere bespreken van, hey Ron, hoe komt het nou dat je begonnen bent met het verbouwen van Sopropo op Nederlandse bodem? Waar komt het idee vandaan en wat ben je ermee van plan? We kennen Ron allemaal wel van dit filmpje. Ik ben namelijk hier in Almere buiten en ik sta in de kassen van Ron van Zwet. We kennen hem allemaal wel van dit filmpje. Ron van Zwet, Ron van onze volkstuin uit Almere, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bent. Ja, ik zeg het al, 5000 vierkante meter van deze mooie plantjes. Ja. Waarom? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat ik met onze volkstuin veel Surinaamse klanten heb. En die kweken dit ook al. En het is eigenlijk wel een product wat, nou, een nieuw product aan het worden is. En wij vinden dat ook de Hollandse mensen ze moeten gaan eten. En zijn het avontuur aangegaan om sopropo te gaan kweken. Nou, mocht je de eerste delen hebben gemist, zou ik je adviseren om eerst deel 1, deel 2 en deel 3 te bekijken. Daar zie je dat ik langs ga bij oom Gunno, tante Rinja en mevrouw Dorst. En hebben een leuk kijkje in hun eigen moestuintje. Maar laten we beginnen met deel 4. Ron van Zwet, vertel je verhaal. Mensen, we zijn nu heel even in vlogstijl. Je weet niet bij wie ik nu in de auto zit. Find the Creator flikt dat altijd. Maar ja, je bent gewoon heel erg aardig. Dat is eigenlijk het afvalwerk hier. Dat is fijn hoor. Ik ben hier in de auto bij. Ron van Zwet. Ron van Zwet, meneer Sopropo himself. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus ik heb vanochtend, ga heel eerlijk zijn. Welkom trouwens op mijn kanaal. Ik ben Find the Creator. Ik maak content op YouTube. Vanochtend werd ik wakker. Toen dacht ik, ik wil gaan planten. Maar los daarvan. Dan gaat een filmpje nu online, weer viral, want het is eigenlijk een oud filmpje van vorig jaar. Ja. Waar Ron heel goed uitgebreid vertelt wat hij aan het doen hier is in zijn kassen. En ik weet of je een klein beetje hebt gemerkt dat er soms bij sommige mensen een ondertoon van negativiteit een klein beetje aan hangt. Zeker. En ik dacht... Je bent een blanke Suriname. Je bent een blanke Suriname, dat is sowieso. En toen dacht ik, maar ik wil met mijn eigen ogen nou gaan zien wat hij aan het doen is. Ik ben mijn auto gestapt. Ik heb hem gegoogeld. Ik heb iets gevonden. Een kast hier in Almere. Ik denk, nou, dat moet het zijn. En nu komt binnen. En direct ben ik zo warm onthaald door Ron. Ga maar lekker kijken. Doe je ding. En ik ga je ook nog straks brengen richting de kast waar echt de sopropos aan het groeien zijn. Wij doen volkstuinsvuren aan particulieren. En we doen professioneel kweken Surinaamse groentes op een andere locatie. Aha! Dus als je een aantal vierkante meters nodig hebt, dan kan je hier gewoon terecht. In het vorige filmpje heb je al gezien dat ik een aantal mensen heb geïnterviewd. Gino, ja, tante Rinja, die loopt er ook rond. Hele gezellige mensen. En dan kan je gewoon hier terecht. Maar ik kan niet wachten tot ik dat ga zien. Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan planten, deze exotische planten? Dat is eigenlijk vanuit het project. Om te kijken of je een alternatief voor een kast zou kunnen hebben. Omdat het in de kastjewereld ook wel eens slecht gaat. Oké, ja. En er wel eens behoefte is aan een nieuwe soort teelten. En dat ik veel klanten heb bij de tuintjes die ook Surinaamse groenten kweken. Dacht ik van, nou, dat is misschien wel interessant om dat wat professioneel te doen. Ah, dus dat was er eerst? Ja. Oké, dus we zijn het op kleine schaal gaan doen. De mensen zelf. En, want je bent van oorsprong een rozenkweker. Ja, een grote rozenkweker. Heb je nog rozen staan? Nee. De rozen zijn nu toepasselijk veranderd in sopropo. Een boeket van sopropo, ja, waarom ook niet. Ik neem deze heel even mee. Ja, mensen, dit is gewoon even een rommelige vlog. Geen poespas. Raal op je dak, we nemen het statief even mee. En dan krijg je het gewoon leuk te zien. Wij gaan nu in de kas kijken waar de sopropo. Wat is de... Hallo, goeiedag. Wat is de juiste benaming voor de sopropo in het Latijns? Of wat is het ook alweer? Bitterkoert. Bitterkoert. De bittermelon. Mensen. Heel Suriname, heel Nederland. Kijk even goed wat hier gebeurt. We staan hier in de kas. Het is warm, het is hier ook warm. Ja. Hoeveel vierkante meter hebben we hier? Dit is 5000 vierkante meter.
5000 vierkante meter. En dat telen we eigenlijk diverse soorten Surinaamse groentes. Oké. Okay. We zijn begonnen met sopperpo vorig jaar, eigenlijk op grote schaal. Ja. Nou, vorig jaar liep het niet zo heel goed. Dus we zijn een beetje teruggegaan in sopperpo. En dan ben ik wat meer ook antrua. Hier staat antrua gewas. Oké, okay. Ja. Dat ben je gaan telen. Antrua. En ik heb courgettes, maar ook taaienblad en pooi en okra en... Kousenband staat er te groeien. Ook kousenband staat er ook gewoon tussen. Ja. En je zegt dat de oogst vorig jaar niet echt zo goed ging. Alleen het verkopen, dat is een vak apart. Aha. Mensen moeten je weten te vinden. Nou, en door mensen zoals jij. En ja. Nou, Omroep Flevoland besteedt wat extra aandacht aan. Ja, kom je eigenlijk weer terug onder de mensen die zeggen van nou, ik vind het toch wel interessant en bijzonder. En dit jaar is natuurlijk wat bijzonders aan de hand. De import van sopperpo en Surinaamse groenten uit Suriname valt een beetje tegen. Ja. Of is heel duur. Ja. Dus nou, wij maken dan dankbaar gebruik van dat gat wat er is gevallen. Om daar straks onze eigen groenten aan te doen. Ja, daar wil ik nog een klein beetje over in de diepte gaan. Als je dat goed vindt. Ja. Maar ten eerste ga ik mijn dankbaarheid en mijn uitspreken naar jou en naar je gezin. Wat jullie hier aan het doen zijn. Want dit is echt gewoon ongekend. Ja. En je zal het ook wel moeten durven als rozenkweker. Ja, als je de hele dag naar rozen kijkt en je bent met rozen te kweken. Dan ga je nu plotseling de sopperpo durven te kweken. Nou. Oh! Mensen. Ik zet even met de ding in. Kijk hier. Kijk, ik durf te wedden dat heel veel mensen de sopperpo nog nooit in deze staat ooit in hun leven hebben gezien. Zo klein. Kijk hoe klein dat ding is. Moet zo groot worden. Dus al die tijd groeit de sopperpo zo. Zo heb je je, Sunny. Zo'n klein ding. Laten we verder kijken. Zo, dat is indrukwekkend. Dus, maar wat heb je met die oogst? Het verkopen ging moeilijk, zeg je? Ja, vorig jaar was het heel lastig om te verkopen. Heb je wat weggegooid? Moeten weggooien? Nou, zeg maar heel veel. Kijk, hij heeft ges... Mijn god, ik kan niet, hè? Ik kan niet. Dus om en sopperpo zijn weggegooid, vernietigd. Maar ondertussen, op de markt en in de winkels, nee, we kunnen moeilijk aan sopperpo komen. Die sopperpo is duur, we hebben problemen met import. Maar ondertussen, biologische sopperpo wordt weggegooid en vernietigd. Mensen... Oppo, oei, maak je ogen open. Daarom heb ik deze reportage gemaakt. Om jullie haarfijn uit te vertellen. Dat wat op de markt gebeurt, is niet goed. We gaan verder. Ron, hij heeft heel veel moeten weggooien. Je had me moeten bellen. Ja. Ik heb een aantal... Je had me moeten bellen. Maar geen probleem, daarom zijn we hier. Om onder de mensen de aandacht te brengen, weet je wat... wat kan je eigenlijk vertellen? Wat de grootste zorg is, wat ik denk, wat heel veel Surinamers of mensen die dit graag eten denken. Maar hoe kan het nou zijn dat we in Nederland dit ook kunnen doen? Want volgens mij heeft die sopperpo de zon nodig in Suriname. Ja. Nou, dat is ook wel een beetje zo. Sopperpo houdt van veel warmte en veel licht. Daarom hebben wij ook in januari en februari geen Hollandse sopperpo. Wij planten eigenlijk de plantjes eind maart. Dan gaat hij eerst wortels maken en dan begint hij een beetje te groeien. Maar dan komen er nog geen vruchten aan. Okay. Hij wacht eigenlijk op dit weer, zoals het nu is. Volle zon, nou, morgen misschien wel 26 graden. Ja. Dan heeft hij het goed naar zijn zin. Ondertussen gaat die plant groeien en maakt hij wel bloemen. Ja. En als het mooi weer is, worden die bloemen bestoven door de bijen. Ja. En wordt hij gezet en dan komt er een vrucht aan. Oké. En sommige sopperpo uit Suriname doet dat met de temperatuur van gemiddeld... 23 graden. Ja. Dus dat zou hier eigenlijk maar een paar maanden per jaar zijn. Ja. We hebben dan wel nieuwe Europese soorten zijn we aan het zoeken. Want het is echt nog een beetje een zoektocht. Die eigenlijk al met 20 graden gemiddelde temperatuur zegt van... Oh, ik heb het nu naar mijn zin. Nu wil ik een vrucht worden. Nu wil ik een vrucht worden. Dat is dat ding. Hè. Er moet een vrucht aankomen en daar komt vervolgens... Oké. Maar je hebt het over Europese soort. Hebben we het dan over... Wat betekent dat? Kijk, Surinaamse sopperpo, ik praat alleen wat ik hoor en wat ik zie, is de wat donkerder groene, wat grotere. Ja. Nou, daar zijn de Surinamers dan weg op. Ja. Alleen dat wordt steeds lastiger om die in Europa te krijgen voor een beetje acceptabele prijs en onbespoten. Dat is een ander ding. Dit is, hier gebeurt alles biologisch. 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 Heel logisch, ja. Dus er wordt gezocht naar
andere soorten sopropo. Mm-hmm. Nou, wij hebben er dan nu 1 of 2 gevonden die het nu wat beter doen. Mm. Alleen die zijn dan lichtgroen, maar wel net zo bitter. Ja. Alleen ja, als de keuze staat voor iemand die al het donkergroen gewend is en er staat ineens een lichtgroene, dan kiezen ze altijd voor de donkergroene. Ja, omdat... Dus dat is een beetje een zoektocht met elkaar van, probeer het dan eens en wees dan eens eerlijk, smaakt die dan zoveel minder of valt het toch wel mee? Ja, want daar gaat het bij ons even over. De smaak is over te twisten. Ik heb net eerder een interview gehad met tante Rinja, het is onze tante inmiddels. Die heeft het over het feit dat deze sopropo ook nog eens biologisch wordt verbouwd. Dus het is appels met peren vergelijken. Om een Surinaamse sopropo die geïmporteerd is, te vergelijken met de van Nederlandse bodem. Het is een beetje raar. En dit is ook nog eens biologisch. Biologisch eten smaakt altijd veel beter. Laten we eerlijk zijn. Nee, dat is echt gewoon zo. Maar wat kunnen we zeggen over de voedingswaarde van de Surinaamse sopropo in vergelijking met de Nederlandse sopropo? Zit er minder in? Is het minder gezond? Nee. Want in oorsprong zijn we dit project ook een beetje gestart omdat sopropo werkt tegen suikerziekte type 2, diabetes type 2. Aha. Dus ik draai daar in een project mee dat ze gaan uitzoeken via de Universiteit van Leiden hoe het werkt tegen diabetes. Aha. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Alleen wij zeiden, dan moet je wel een schone sopropo hebben. Zonder dingen erop die je niet weet wat het is. Juist. Dus zo zijn wij ze gaan kweken eigenlijk. En een stukje verkoop erbij gaan doen. En er blijkt uit testen dat de inhoudstoffen eigenlijk van allemaal hetzelfde zijn. Kijk, waar Ron nu over praat is, kijk, wij kennen de Surinaamse sopropo. De sopropo is niet alleen Suriname gebonden. Nee, die sopropo komt overal ter wereld. Komt hij voor. We hebben het nu uitgevonden. Sterker nog, de sopropo die we over het algemeen aan het vreten zijn, komt uit Indonesië. Kijk naar die verpakking, want het staat letterlijk erop. Dus hij gaat op zoek naar een sopropo die onder omstandigheden hier in Nederland in zijn kassen goed tot zijn recht komt. Het kan zijn dat die sopropo een klein beetje anders uitziet. Wat lichter van kleur is, wat korter, wat dikker. Maar hij zoekt dus naar een sopropo, een plant, die het onder deze omstandigheden goed doet. Maar het is hetzelfde ding. Het is hetzelfde als je appels een appel vergelijkt. Hoeveel duizenden verschillende soorten appels zijn er wel niet? Maar het blijft nog steeds een appel. En daar zoekt u dus als teler naar. Van wacht even, ik heb een plant nodig die goed gaat groeien en die een vrucht gaat voortbrengen onder deze omstandigheden hier in Nederland in een kas. Oké, en nu komen we eigenlijk op een heel belangrijk punt wat ik toch wil benoemen, want dat was ook mijn zorg. Is het nou hetzelfde? Kijk, als de inhoud hetzelfde is en het wordt onder omstandigheden geplant. Sorry, ik sta nu in een kas en ik heb het gewoon warm. Ik had eigenlijk met een t-shirt of half naakt binnen moeten komen. Het is verschrikkelijk warm hier. De zon schijnt op je kop. Die plantjes die krijgen een straling. En die willen gewoon groeien. Kijk, het gaat goed. Dit is echt voortreffelijk. Maar wat je me nu vertelt, dat het een project is gestart. Onderzoek naar diabetes. Ja. Want in onze cultuur, heel veel mensen weten al, hè, van heel veel groentes al, van heb ik bepaalde last van bepaalde ziektes. Dan is het lijkt er toch iets minder wanneer ik een bepaald dieet erop nahoud. En er wordt nu onderzoek gedaan naar diabetes type 2 en de effecten van dit soort groentes. Geweldig. Ja. Kijk, en dit is het mooie. En hij praat nu over waarom is hij het gaan kweken. Dat komt door dat onderzoek waar hij deel van uitmaakt aan de Universiteit van Leiden. Deze mensen hebben doorgehad, wacht even. Op basis van die informatie die gegeven is vanuit bepaalde culturen waarvan we weten, dit is eigenlijk een soort van osodresie, huismedicatie, van als je klachten hebt van bepaalde dingen. Nou, dan gebruik je dit, dan ga je een stukje gember kauwen of dan ga je dat doen. Wij hebben gezien of hebben gemerkt, niet alleen de Surinamers, maar ook wereldwijd, dat het beheersen van mensen hun diabetes goed wordt beïnvloed door bepaalde voeding en door bepaalde dingen die ze eten. En die sopropo is onder de aandacht gekomen bij het Universiteit van Leiden, waar hij dus deel uitmaakt van het onderzoek. We gaan een mooie plant kweken en we gaan op basis van met die plant gaan we ons onderzoek doen te kijken hoe mensen reageren bij het eten van sopropo en wat hun bloedsuikerspiegel wel niet doet. Heel mooi. Heel erg mooi. Geweldig. Sowieso is groente eten altijd beter. Ja, maar dus dat moet je in basis moet je al groente eten. Ja. En dit is echt voortreffelijk. Eet je alleen maar hamburgers en drink je cola en je gaat over op
alleen maar bloemkool en andijvie, mm-hmm. werkt dat ook al beter. Mm-hmm. Maar ja. Doe je alleen al bloemkool en andijvie en je gaat ook nog sopperpoot erbij doen, dan is het misschien nog beter. Ja. Dus we gaan elke keer proberen een stapje gezonder te worden. Ja. Geweldig. En het staat nu in bloei. Wanneer kunnen we dit gaan oogsten? Nou, dit vruchtje, zeggen wij, heb ongeveer 30 dagen nodig voordat hij goed is. Oh, binnen 30 dagen. Dat gaat snel. Dus dan snap je dat we vanaf half juni gewoon richting Almere kunnen rijden om bij Ron verse sopperpot te kunnen halen. Verse sopperpot, biologische sopperpot. Dus half juni, dan weet je waar ik te vinden ben, hè? Ja, zeker. We gaan richting die kassen weer. Want ik wil biologische sopperpot van Nederlandse bodem. Ja, maar dat moet ook wel. Want kijk, nou, we lopen een stukje verder. Daar zijn ze ietsje verder. We lopen ietsje verder. Dit wordt een montage waar we niet in gaan knippen en plakken. Krijg het gewoon rauw op je dak. Ja, niet stopt de onzin. Deze zijn ietsje verder. Ja, ze groeien hier in het net. Wij kweken ze in een schuin net. Ja. Zodat straks je sopperpoot hier allemaal mooi beneden komen te hangen. Oké. Maar nou bloeien ze hier. Maar hier bloeien ook alweer de volgende. En hij bloeit zo de hele tijd door. Dus je moet een keer beginnen met je eerste vruchten. Ja. En dan elke week bloeien er 1 of 2 bloemetjes aan een plant. Ja. En die zijn na 30 dagen dan weer goed. Okay. Dus dan blijf je eigenlijk vanaf half juni tot eind oktober kan je je sopperpoot oogsten. Eind oktober, het is geweldig. Misschien een... Deze is alweer een stukje verder. Oh ja, die zal weer wat groter aan het worden. Geweldig. Hey, wat? Kijk, ik ben een beetje een leek wat betreft de agrarische sector, of hoe je het ook moet noemen. Ik denk dan, zo'n plant, hè? Bijvoorbeeld niet hier in Nederland. Maar kan je die gewoon jaar in jaar uit zijn ding laten doen, bijvoorbeeld in Suriname? Blijft hij dan gewoon zijn vruchten geven en het blijft doorgroeien? Deze planten worden hier al 6 meter lang. Ja. Dus als je dat in Suriname, dan worden ze, op een gegeven moment groeien ze het land uit. Ja. Nee, dat snap ik. Maar wat ik bedoel is, moet je elke keer een nieuw zaadje de grond ingooien? Ja, eigenlijk wel. En dan een seizoensgebonden dingetje. Kijk, wij hebben dan de winter en jullie hebben volgens mij meer de regentijd. Ja, de regentijd spoelt alles weg inderdaad. Ja, ja. Dus dan begin je daarna weer. Dus een plant heb eigenlijk altijd een cyclus. Oké, en ik hoor nu wat water. Ja, ze krijgen nu water. Ze krijgen nu water. Kijk, wat ook nog grappig is aan sopperpoot. Ja. Kijk, net we hebben ook deze bloemetjes. Dit? Ik haal hem eraf. Hmm. Ja. Maar dit, hier aan de onderkant, zie je geen sopperpootje zitten. Nee. Dit is een mannelijke bloem. Ah, dat is een mannelijke bloem. Kijk, dat is de kunst van sopperpoot kweken. Ja. Die mannelijke bloem moet dingen gaan doen met een vrouwelijke bloem. Kijk, dit is een vrouwelijke bloem, die zien wel zitten. Ja, die zagen we net in. Ja. Als die niet samen zijn. Ah, die gaan. Dat snap ik. Krijg je geen grote sopperpoot. Aha, ja, want daarvan heb ik iets gelezen over. Weet je, de kennis die je hebt opgedaan. Ja. Om te snappen van hoe kunnen we dat nou beïnvloeden? Dat uiteindelijk gewoon die vrucht goed tot zijn recht komt. Maar we willen gewoon een mooie vrucht hebben uiteindelijk. Die we kunnen klaarmaken. Het maakt jullie niet uit hoe ik het doe. Nee. Als jullie maar een mooie vrucht hebben. We willen het mooie is mijn vrucht. Kunde om te zorgen dat jullie mooie vrucht hebben. Natuurlijk, jij bent die boer Anomie. Ah! Aha, oké. Dat is bijzonder. Goh, het is warm. En wat hebben we hier aan de overkant? Dat is de buurman. Oh, dat is... Nee, die dat is... Ja, die buurman is een saaie komkommers. Daar zijn we niet geïnteresseerd in. Oké. Maar we hebben het hier over aardig wat vierkante meters. Maar hoeveel kilo komt hier uiteindelijk nou op een gegeven moment uit? Als je zegt, weet je wat, dus alle plantjes zijn weg in oktober. Hoeveel kilo's heb je dan? Ik hoop 20.000 kilo sopperpoot geoogst te hebben. Oké, mensen, hij zegt 20.000 kilo. Ik zie hier een krat. Hoeveel kilo gaat er in zo'n krat? 8 kilo. 20.000 gedeeld door 8? Weet ik veel. Zijn er veel? Nou, er zijn aardig wat kratten hoor, die je vult. Wat grappig is, we hebben ook nog een paar andere soorten sopperpoot. Oké. Je mag gewoon in de keuken kijken. Ja, ja. We hebben hier ook al jonge vruchtjes van de Terrooi. Is dat die Engelse sopperpoot? Een geripte koek. Nee, sorry meneer. Nee. Nee, ik vind het prima, maar oké, onder de Surinamers, dit is die Grosjean sopperpoot. Kijk, Suriname, ja, ik ben heel erg gewend in wat ik gewend ben. Sopperpoot is geen sexy groente, als je er naar kijkt. Nee, heel erg. Het is geen sexy groente als je er naar kijkt, hoor. Nee. En deze is een andere soort die wij eigenlijk te weinig kennen. Ja. Maar heel mooi dat je het hebt. Dus daar staan er ook een paar planten van. En qua smaak? Geen idee.
Ja, dit is even die andere sopropo, die er even iets anders uitziet. Oké, en die hebben we hier ook tussen. Ja, ja. Maar we zijn het wel eens. De sopropo is geen mooie groente. Nee. Grosjean. Oké, geweldig, joh. Ja, dit is echt super tof. Dit is echt heel erg tof. Weet je, Ron, dank je wel dat we hebben mogen meekijken in je prachtige tuin. Dit is deel 1 van nog een deel wat volgt in het vervolg van ons interview. Ik wil je in ieder geval bedanken en jullie ook bedanken voor het kijken naar deel 1 van dit interview. Volgende keer gaan we het hebben over wat mag het dan wel niet kosten. Dit is eigenlijk het deel waar ik met z'n allen eigenlijk naartoe aan het werken ben. Wat mag het eigenlijk wel niet kosten dan die sopropo van Nederlandse bodem? En waarom betaal ik 15 tot 20 euro per kilo in de winkel? Stop de onzin. Volgende week of volgende keer gaan we het hier over hebben. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Want dan kan je het in de gaten houden. Hè? Find the creator. Ja man, ik hou van mijn sopropo. En deze week ga ik sopropo eten. Nee, ik moet nog wachten tot die sopropo klaar is om te worden opgehaald bij Ron in zijn kassen. Zie je bij de volgende video. Bye bye.